Ja, is die gestart? Heel goed. Goedemiddag iedereen. Welkom bij het webinar over de praktische beginselen van Scrum. Mijn naam is Peter Molenaar en ik zal in ieder geval de komende drie kwartier jullie meenemen in de wereld van Scrum. Laten we beginnen even kort met mezelf voor te stellen. Ik ben zelf trainer, associate trainer voor IPV. En ik geef de trainingen als het gaat over projectmanagement en over Scrum. En waar we later meer over zullen horen. En ik heb een co-host, een hele luxe vanmiddag, en dat is Marcel Does. En die gaat zichzelf even voorstellen, ook iets vertellen over het trainingsbureau IPV. Ja, een hele goede middag allemaal. Nou, wat Peter al zei, mijn naam is Marcel Does. Ik ben consultant bij IPV. Dat houdt in dat ik klanten van advies mag voorzien. Voor de mensen die IPV nog niet kennen, IPV is met name een trainingsbureau wat zich bezighoudt met het trainen van niet-technische vaardigheden, maar dan wel in bij technische bedrijven. Dat betekent dat we dat altijd op een hele praktische manier doen. Altijd om te zorgen dat prestatieverbetering op persoonlijk en teamniveau, dat eruit komt. Nou, we doen dat op verschillende onderwerpen. Die onderwerpen die zie je hier in het midden van de slide ook staan. Het gaat een beetje te ver om dat allemaal te benoemen. Maar mocht je vragen hebben over het ontwikkelen van je mensen, je team of je organisatie, neem gerust contact met mij op. Het telefoonnummer staat eronder. Dus ik geef het woord weer aan Peter. Want anders dan neem ik al je tijd op. Precies. En dan is het voorbij voordat we erin hebben. Hè? Heel goed. Dankjewel. Dankjewel, Marcel. Even wat praktische zaken. Zoals dat ook betaamt. Als het goed is, kunnen jullie ook het scherm zien. Hè? Klopt dat, Marcel? Ja. Heel goed. Even praktische zaken over de bediening van Zoom. Ik heb het toch maar even opgeschreven, ondanks dat je er misschien bekend mee bent. Marcel heeft net alle microfoons uitgezet. Dat is makkelijker met het geluid. Dus dat kun je daarmee bedienen. Video, ja, mag je aanzetten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook fijn is om gewoon te luisteren en gewoon te kijken wat er voorbij komt. Als het goed is, heeft niemand zijn pyjama meer aan op dit tijdstip. Dus. Nee, precies. Dus dat kun je ook daarmee bedienen. We hebben voor de rest, voor vragen tussendoor lijkt het ons handig. Ook gezien de tijd dat je dat via de chat doet. En die kun je oproepen bij het knopje chat. En dan kun je daar al intikken. En dan ziet Marcel dat en die gaat ermee aan de slag. En als laatste, als je wil stoppen, dat hoop ik natuurlijk niet. Dan kan het ook met die knop. Maar dat is pas voor aan het einde. Hè? Dus als het 16:45 is. Nou. Even kijken, het programma voor deze middag. We zijn begonnen. Dan hebben we natuurlijk altijd even stil te staan met wat is Scrum? Wat bedoelen we er precies mee? Dan ook gaan kijken van, hoe werkt het nou in de praktijk? Hoe kun je dat nou toepassen? En hoe kun je daar zelf ook mee beginnen? Wat voor begin zou je ermee willen maken? Ik zeg ook alvast, het is een andere werkwijze dan het projectmatig werken, wat een aantal van jullie wellicht wel kennen. En het gaat over wezenlijke andere rollen en een andere aanpak. He, dus dit is echt bedoeld deze middag om er even kort mee kennis te maken en gewoon te kijken van wat is het precies en wat kun je ermee. Dus dit is het programma en om 16:45 zijn we klaar en dan gaat ieder zijn eigen kant op. Ik wilde even beginnen met, en ik heb hem hier ook zoals je ziet wellicht in het scherm ziet, met het boek van Jeff Sutherland. En dat is een grondlegger van Scrum, zoals hij zelf ook aangeeft op het boek. Dat kun je in het midden zien. De belofte die erop staat, die is nogal mooi natuurlijk. Hè? Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd. Hij schrijft in dit boek dat Scrum een methode is waarbij je sneller en efficiënter kunt werken. En sta mij toe even met jullie kort het voorwoord, wat delen uit het voorwoord voor te lezen. Hij schrijft hier waarom Scrum. Ik heb Scrum 20 jaar geleden samen met Ken Schwaber, dat is dan iemand waarmee hij dat samen heeft gedaan, bedacht als snellere, betrouwbaardere en effectievere methode om bij high-tech bedrijven software te maken. Tot dat moment, en zelfs nog wel tot 2005, werden de meeste softwareontwikkelingsprojecten uitgevoerd met de watervalmethode. Misschien een term die jullie wel eens gehoord hebben. Waarbij een project duidelijk van elkaar gescheiden fases werd ontwikkeld en stap voor stap vorderde tot aan de uiteindelijke oplevering aan de consumenten of eindgebruikers. Nou, dan schrijft hij vervolgens, dat proces was traag en onvoorspelbaar en leverde vaak geen product op dat mensen wilden hebben of waarvoor ze zouden willen betalen. Vertragingen van maanden of zelfs jaren waren de schering en inslag. De vroege stap-voor-stap planningen, overzichtelijk en gedetailleerd uitgewerkt in Gantt-diagrammen of Gantt-charts, wekten voor de bedrijfsleiding de indruk dat de uitvoerders het ontwikkelproces onder controle hadden. Maar bijna
altijd raakte die snel achterop het tijdschema en werd het budget rampzalig ver overschreden. Hij bedacht een nieuwe Scrum-methode. En het is de bedoeling om in deze webinar te gaan kijken van wat dat nou op gaat leveren. Maar een van de grondleggers is dus heel erg bezig geweest met deze methode. Dus ik wilde met jullie eens gaan kijken van wat is nou Scrum. Maar voordat ik dat echt ga behandelen, heb ik eigenlijk een vraag. En dan mag je gelijk eens even kijken of die chatfunctie werkt. Wat weet je al van Scrum? Dus graag even kort, en mag ook uitgebreid natuurlijk, even in de chat schrijven van wat je er al weet. En als het goed is, zien we dat dan binnenkomen. Dus je mag nu even wat tikken en dan wachten we er even op. Dat wordt driftig. Ah, stressvolle sprintjes, minimale ervaring, nagenoeg niks. IT werkt er veel mee, ook herkenbaar natuurlijk. Engelse termen. Oké, dat is mooi dat gezegd wordt. Twee wekelijke sprints, eigenlijk bijna niks behalve rugby. Kijk, dat is een andere invalshoek. Methode van projectmanagement. Nou, ik heb uitleg gekregen over het Scrum bij plakaten. Maandag mee aan de gang. Kijk, die kan het gelijk toe gaan passen wat vandaag voorbij komt. Rollenfuncties, kleine stapjes, weinig. Agile, vraagteken. Geen projectleider. Heel goed. Nou dat zijn de Scrum Master, schrijft Elbert. Heel goed. Nou, dat zijn zo wat mooie termen. Dus daar gaan we eens even naar kijken. Ik begin even met wat is Scrum? Nou, dan krijgen we allerlei mooie teksten. Hè? Dus het is een raamwerk. Het is niet een stappenplan van gij zult dit zo doen. Maar het is een raamwerk waarmee je kunt gaan werken. En wat erbij vooraan staat is dat het met name flexibel is. Het kenmerkend is wel is dat je werkt met multidisciplinaire teams. Oftewel met teams die in staat zijn om het project of het werk waarvoor je staat om dat te gaan uitvoeren. En inderdaad wat iemand al schreef, het werkt met sprints. En sprints zou je kunnen zien als korte projectjes waarin je werkt. Vaste lengte, 1 tot 4 weken, zal ik straks nog wat meer over vertellen. En de bedoeling is om na elke sprint of na elk mini-project iets op te leveren wat werkt. Dat is de belofte die vanuit dit systeem wordt gedaan. Samenwerken is inderdaad heel erg belangrijk. En om kunnen gaan met een veranderende omgeving, in zekere zin. Voor de rest is het iteratief. Oftewel, je doet elke keer een sprint en je voegt iets toe. En incrementeel. En het is een manier om ook voorspelbaarheid te optimaliseren en risico's te beheersen. Wat uitgangspunten. Het is belangrijk als je hiermee aan de slag gaat. Dan zul je eigenlijk als je dit zo ziet kunnen zeggen van ja, maar dat doen we nu in ons huidige project of zo ook al. In ieder geval dat je toegewijd bent, dat je er vol moet kunnen gaan. Dat er een zekere mate van focus is. En dat je met name focust op werk wat je kunt uitvoeren en niet alles wat er omheen zit. Daar ga ik natuurlijk straks nog wat meer over zeggen. Openheid, transparantie, oftewel je moet voldoende informatie tot je beschikking hebben om het werk te kunnen doen. En daar moet ook gewoon open over gecommuniceerd kunnen worden. Respectvol, dat vind ik überhaupt een waarde die natuurlijk vaker of die in het algemeenheid wel toepasbaar is. Maar ook lef, dus er wordt ook lef aangemoedigd in dit systeem. Dus dat even wat uitgangspunten. Dan even, waarom is dit nou nodig? Waarom hebben we nou zo'n behoefte aan een methode waar ook Jeff Sullivan zegt van nou, dit is nodig. In eerste instantie leveren in tijden van dat dingen snel aan veranderingen onderhevig zijn. Dus hier staat bijvoorbeeld concurrentie hebben last van, time to market, VUCA wereld, daar ga ik zo nog wat over vertellen. En eigenlijk kwam deze laatst tegen, en dat is zich wel een mooi plaatje, want hier staat bijvoorbeeld van hoe lang heeft de technologie nodig om plek te kunnen krijgen, om te kunnen landen en geaccepteerd te worden. Dus hier bijvoorbeeld elektriciteit staat hier, ergens begonnen in 1873, heeft 46 jaar nodig gehad voordat dat gemeengoed werd, zou je kunnen zeggen. En als je zo verder gaat kijken, dan zie je dat die tijden steeds sneller worden. De 1975, de PC bijvoorbeeld, heeft 16 jaar nodig gehad. Nou, als we zo doorgaan, zien we dat die ontwikkelingen steeds sneller en sneller gaan. Dus dat is één kant van het verhaal. En dan die VUCA-wereld, waarbij ze zeggen van ja, het gaat over dat die bewegelijkheid van de omgeving sneller wordt en dat het ook onzekerder wordt. Complex ook en ook wat ambigu, dus dat het meer duidelijk is. Ja, dat is nu wel aan de hand. En ik denk ook dat je daar zelf ook wel soms wat voorbeelden van ziet. Bijvoorbeeld neem het mobieltje wat je elk jaar of elke keer sneller moet kopen. Dus dat is één kant van de rand, dat het steeds sneller wordt.
Dan de tweede is, ja, en dat is misschien ook wel een bekend verschijnsel, dat klanten, opdrachtgevers of gebruikers, hè, waarvoor je werkt, vaak ook niet precies weten wat ze willen. Hè, niet weten wat er klaar is als het klaar is. En dit plaatje wat je hierbij ziet, dat is een kleine illustratie daarvan. Hè. Dus we staan bijvoorbeeld vandaag hier en we zeggen, nou, over x maanden willen we daar staan. De kans als we daar aan zijn gekomen, en vooral in de snelle wereld natuurlijk, kan zijn dat als we daar aan zijn gekomen, dat de klant al heel wat anders wil, want die zit meer in dit lichte gebied. Hè, dus met traditionele methoden, heel simpel gezegd, is het lastiger om daar je dan aan te passen. En Scrum, omdat het met sprints werkt en elke keer een soort reflectie heeft en feedback door feedback gevoeld wordt, stelt je meer in staat om naar die oplevering toe te werken en ook mee te bewegen met die nieuwe realiteit. Dus dat is iets wat daarbij hoort en wat in de gedachten daarbij hoort. En dan de laatste, hè, waarom het nog meer nodig is, is omdat het samenwerken toch wel belangrijk is. Hè? Dus samenwerking is nog steeds iets wat maakt dat we goede producten kunnen leveren. En ja, er zijn natuurlijk ook korte lijnen en snelle communicatie. Dus dat maakt ook dat dit een methode is die daar goed op antwoord geeft. Nou, dan even deze spreuk, misschien wel eens gezien. Hè? Dus het gaat niet over hoe sterk je bent als organisatie. Maar het gaat erom in hoeverre je je kan aanpassen aan de verandering die er is. En aangezien we weten dat verandering de enige constante op dit moment is. Ja, is dat geen slecht advies natuurlijk van deze Darwin. Dan even, dat is misschien een belangrijke takeaway hoop ik van dit webinar, is de term Agile en de term Scrum, die worden door elkaar gebruikt. En eigenlijk pleit ik ervoor om daar gelijk eens een keer mee te stoppen, want je zou kunnen zeggen dat Agile een paraplu is, en Agile staat natuurlijk voor wendbaarheid, voor je kunnen aanpassen. Een paraplu is voor allerlei methoden en systemen die eronder passen. Ik heb er een paar neergezet, misschien ken je er een paar van, in ieder geval gaan we het vandaag hebben over wat er staat Scrum. Maar bijvoorbeeld ook Lean is een veelgehoorde term. Hè? Dus Agile is een paraplu en is eigenlijk een paraplu voor allerlei methoden die daaronder passen. Waar het in ieder geval mee begint, is dat je een Agile mindset hebt, zoals die hier staat. Hè? Een Agile mindset, ja, wat is dat dan precies? Dat gaat erom, en er staan hier wat termen bij, dat je, hier klantgericht bijvoorbeeld denkt, dat je nadenkt over wat uitvoerbaar is. En ga zo maar verder. Hè. Dus het gaat erover dat je die wendbare houding aanneemt, zeg maar. Nou, dat heb ik in dit plaatje nog even verder gevat. Hè. Dus die zie je weer die mindset staan. En waar die Jeff Sutherland, hè, die oprichter van dat boek waar ik het net over had, waar ze over nagedacht hebben, dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan, is dat er een aantal waarden zijn die belangrijk zijn als je met die agile met die wendbaarheid aan de slag gaat. Bijvoorbeeld hè, dat mensen en de samenwerking, hun interactie, dat belangrijker is of staat boven processen en hulpmiddelen staat. Hè. Dus we vinden het belangrijker dat gebeurt dan dat we daar processen speciaal voor hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen processen mogen zijn natuurlijk, hè, maar het wordt aangemoedigd om met name naar die interactie te kijken. Die tweede, hè, dus opgeleverde deelproducten of producten boven allesomvattende documentatie of plannen, ja, dat is er eentje die ook heel erg uit de projectmanagement komt en ook uit de softwareontwikkeling. Er moest altijd heel veel beschreven worden en gedocumenteerd worden en daar hadden IT'ers vaak ook een broertje dood aan. Hier wordt juist gezegd van, ja weet je, we zorgen ervoor dat iets werkt. Dus dat is er eentje. En dan even kijken, samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. Dus het is belangrijker om naast je klant te gaan staan, om met die klant te gaan kijken van, hey, waar gaat het naartoe? Dat je eerst een vast contract maakt waarin je vast ligt. Wat de penalties zijn als je de deadline haalt of wat dan ook. Hè. En de laatste, die is natuurlijk wel te begrijpen, is dat je in kan spelen op verandering. Dus dat je flexibel bent in plaats van dat je een plan maakt en dat je zegt van, hey, voor het komende jaar gaan we ons hier aan houden. Hè. Dus dat is wat hier bedoeld wordt. Daar hoor ik nog principes bij, die wil ik niet van 1 tot 12 doornemen. Maar goed, als je daar gewoon even naar kijkt, dan zie je staan dat het gaat over tevredenheid van een klant, motiveer van medewerkers, geef support, vertrouwen. Nou, daar kun je even doorheen kijken. En juist de combinaties van deze waarden en deze principes maken, en daar komt die paraplu-functie weer tevoorschijn, is dat je allerlei agile-methoden gaat krijgen. Hè, bijvoorbeeld vandaag hebben we het dan over dat Scrum-verhaal. Kanban is er eentje. Ik zei net, Lean is er ook al eentje. En je kunt ook eigen combinaties daarvan maken.
Sterker nog, als je weet hoe Scrum werkt en je zegt van ja, maar voor onze organisatie zou het eigenlijk anders mogen, dan kun je ook zelf daarin een principe of een waarde anders interpreteren en toepassen. Maar goed, het gaat nu te ver om daar verder op in te gaan, want we zouden het over Scrum hebben. Even kijken. Scrum in de praktijk. Nou, even wat voorbeelden van, nou ja, misschien weet je het al, misschien merk je het al, misschien ook niet, maar in de praktijk merken we daar best wel veel van. Bijvoorbeeld, heel veel IT-afdelingen maken gebruik van deze techniek, of deze methode. Dat betekent dat ze iteratief bezig zijn, of als je een verzoek hebt aan de IT-afdeling, dan kun je dat op die manier doen. Dit is een voorbeeld van bijvoorbeeld gemeentes, waarbij planvorming op deze manier, op deze Scrum-manier wordt gebruikt. En dat wil niet zeggen dat het hele gebied zo in wordt gevuld, maar in ieder geval de planvorming, dus het voorbereidende proces daarvan, wordt op die manier gedaan. En dat kan ook interessant zijn nu gemeentes bezig zijn met de participatie van de burgers. Ik heb hier dan die ING genomen. Maar goed, dat kan een welke andere bank zijn natuurlijk. Die maken daar zeker gebruik van. Die hebben jaren geleden besloten, we stoppen met het doen van projecten, volgens projectmanagement. En we gaan ons nu meer toeleggen op die Scrum methode, waarbij we echt luisteren naar klanten en naar onze eigen expertise. En we bouwen bijvoorbeeld, er staat hier een app een iPhone of een, dat is een iPhone getekend met een app erop. En we gaan er elke keer functionaliteit aan toevoegen. En dat doen we op basis inderdaad van wat klanten van ons willen. En het laatste voorbeeld is weer iets heel anders. Dat is de Solar Channels vanuit de TU Delft. Waarbij ze iedere 2 jaar meedoen aan de Solar Channel Challenge in, volgens mij, Australië. Die gebruiken ook deze methode, niet zozeer om dit apparaat elke keer weer te veranderen en anders te maken, maar op onderdelen. Dus er zitten bijvoorbeeld de omvormer van die spanning naar de motor toe, gaat over remsystemen en dat soort zaken. Dus die gebruiken die methode om op die manier hun project te doen. En er zijn nog heel veel andere mogelijkheden meer te bedenken. Nou, dan wil ik even met jullie kijken naar hoe het nou werkt. En ja, dat is misschien even een wat technisch verhaal, maar op zich is dat wel handig om even te doen, omdat het gelijk alle rollen, ceremonies en lijsten omvat. Dus ik heb hier een procesplaat van, hoe werkt Scrum nou? Dus daar wil ik je even stap voor stap doorheen nemen. En belangrijk is om te weten, dat zei ik net al, van dat er een aantal basisbegrippen zijn. En daar gaan we zo even kort kennis mee maken. Om te beginnen de rollen die er zijn in een Scrum setting. Dus waar hebben we mee te maken? Dan welke ceremonies of welke gebruiken zijn er en waarom zijn ze belangrijk? En als laatste welke lijsten worden gebruikt om voortgang en dat soort zaken bij te houden. Nou, hier is de procesplaat weer. We beginnen even met de product owner. Dat is een van de 3 rollen die je zou kunnen onderscheiden. En de product owner, en daar heb ik nog wat tekst bij. Dat is in ieder geval dat is de opdrachtgever voor het project. Die bepaalt wat er moet gebeuren in een project. Niet zozeer over het hoe, maar met name over het wat. Geeft richting, betaalt de rekeningen zou je kunnen zeggen. Bewaakt ook de kwaliteit. En is ook degene die alle input, zoals dat dan heet, verzamelt van de stakeholders die er zijn. En stakeholders, dat zijn alle belanghebbenden voor een project. Dat kunnen gebruikers zijn en noem allemaal maar op. In projectomgevingen is dat ook meestal de projectleider die dat voor zijn rekening neemt. Hier is duidelijk gezegd, nee, dat leggen we neer bij de product owner. Wat hij daarmee doet, en vandaar dat deze laatste zin ook interessant is, hij is verantwoordelijk voor de product backlog. Ook mensen vinden dat een vervelende naam, maar we hebben eenmaal met Engelse termen te maken in Scrum. En de product backlog is eigenlijk een lijstje van alles wat er gedaan moet worden in een project, in een Scrum project. En daar gelijk maar even iets over te vertellen. Hij wordt dus beheerd door die product owner. Dus er is 1 persoon die daar eindverantwoordelijk voor is. En iedereen kan die trouwens inzien. Dus dat heeft weer met die transparantie te maken. En het leuke van deze lijst is dat die is op volgorde van belangrijkheid. Dus het meest belangrijke staat bovenaan. Ook het meest goed uitvoerbare. En zo loopt dat naar beneden. Dus je weet altijd van, we hebben nagedacht over wat we als eerste moeten maken of bouwen of moeten ontwerpen. En dat loopt zo af naar beneden. Dus daar gaan we zo, ik heb zo een voorbeeld waarin dat nog misschien wel wat duidelijker wordt. Maar het is in ieder geval een lijst met alles wat er gedaan moet worden. Dan komen we bij het team.
Nou, van het team kan gezegd worden dat het in ieder geval multidisciplinair is. En dat wil zeggen dat je alle rollen of alle functionaliteiten in je team wil hebben waarmee je een project kan aanpakken. En dat is op zich wel interessant, hè? Want globaal zou je kunnen zeggen dat 80% van al het werk door dit team gedaan zou moeten worden. Hè? Dus je moet naar bij je selectie wel kijken van wat hebben we aan boord en wie hebben we daarvoor nodig. Ja, er staat ook iets over dat er 3 tot 9 leden bestaat. Ja, er is een max. Hè? Dus er is onderzocht dat vanaf 10 leden een team niet meer effectief is. Vandaar dat die hier ook gehanteerd wordt. En er zijn nog, als je gaat kijken naar Scrum, zijn er nog andere manieren om met meerdere teams aan één project te werken. Maar die wil ik even nu buiten beschouwing laten. Het is wel zo, en daar zou misschien nog wat werk op zitten, is dat de leden exclusief beschikbaar zijn voor meerdere dagen per week en dat voor langere tijd. Dus als je met een Scrum project aan de slag wil, dan zou ik zeggen, nou, 3 tot 6 maanden. Dan wil je 3 tot 6 maanden dat dezelfde leden, als het even kan, beschikbaar zijn voor het werk in die week. En dat is wel belangrijk en ik zal later ook vertellen van waarom dat zo is. Maar dit vereist nogal wat. Hè? Dus hoe krijg ik dit voor elkaar? Dat is vaak de meest gestelde vraag. Even kijken. De cirkel gaat nu over de sprintplanning en de sprint backlog. Het leuke is dat het team zelf bepaalt hoeveel werk ze per sprint, hè, dus per mini-project, kunnen pakken, kunnen doen. Om wat ze ook echt af kan krijgen aan het einde van de rit. Dus dat bepalen ze zelf. Dat mechanisme zal ik straks nog toelichten. Even kijken. Dan hebben we als laatste rol de Scrum Master. Nou, de Scrum Master is een belangrijke rol. Is geen officieel onderdeel van het team. Alhoewel je dat in Nederland soms wel ziet. Hè? Dus dat iemand met een dubbele pet zit. Zowel Scrum Master is als onderdeel van het team. Maar als je begint met Scrum, dan is het handig om dat uit elkaar te halen, uit elkaar te laten. Want deze persoon gaat echt over het proces van Scrum. Hè? Dus die weet van de hoed en de rand hoe het werkt, wat de belangrijke onderdelen zijn. Die zorgt ook, hè, vandaar dat er staat bewaken van spelregels. En is ook dienend leider. Dienend in ieder geval naar het eigen het Scrum team toe. Om ervoor te zorgen dat als er belemmeringen zijn, dat die weggenomen worden. Hè? Dat zie je ook staan, wegnemen van belemmeringen. Maar ook het coachen van bijvoorbeeld de product owner. Want dat zijn nogal rollen die anders zijn en die aandacht behoeven. Dus dit is echt de procesbegeleider die zorgt dat alles goed zou moeten lopen in die setting. Nou, dan even wat over de ceremonies. Nou ja, het sprinten, dat is het werken in het project van maximaal 4 weken. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Hier staat het ook, hè? Het is een klein afgebakend project waarbij je met z'n allen, hè, met je Scrum team iets wil bereiken. Het is wel belangrijk om van tevoren te bedenken hoe lang die sprint telkens duurt. Want eigenlijk zeg je van, hé, als wij voor dit project gaan scrummen voor het komende half jaar, dan is die tijd daarvoor in principe altijd gelijk. Dus als je zegt, we gaan elke keer 4 weken scrummen, dan is dat in ieder geval je cyclus waarin je werkt. En dat blijf je vasthouden. Nou ja, het voordeel van die cyclus is dat die kort is gehouden, omdat dat je voor een planningstermijn van 4 weken veel minder risico loopt en veel meer duidelijk hebt. En het zorgt aan het einde ook voor feedback. Hè? Dus ik ga zo nog even iets vertellen wat je aan het einde aan feedback kan organiseren. Het is de feeling met de klant, de feeling met zijn we op de goede weg, die is hierdoor veel beter. Even kijken dan. Ik heb zo een voorbeeld waarbij dat ook wel nog wat duidelijker wordt. Maar het Scrumboard is eigenlijk wat centraal hangt, hè, als je in ieder geval face-to-face werkt. In een scrumruimte. Want daar staat al het werk op wat je in een komende sprint gaat doen. Het geeft ook aan van wat in progress is, of wat onderhanden is, waar je mee bezig bent, of waar mensen mee bezig zijn. En het geeft ook aan wat klaar is. Je ziet aan het begin dat alles links hangt en dat langzamerhand verhuist naar in progress, naar done. Dus dit is een overzicht waarbij voor iedereen helder is van wat voor werk is er en hoe ver staan we ermee. Dus dat is heel prettig. En het visuele maakt het ook heel erg inzichtelijk. Even kijken, dan komen we bij de dagelijkse Scrum meeting. Hè? Dus dat is ook een gebruik, die ken je misschien wel, omdat die vaak ook in Teams op andere manieren ook wordt gebruikt.
dagelijkse Scrum meeting zorgt ervoor. Dat is een meeting om even elkaar kort te informeren over hoe de stand van zaken is. Het is niet bedoeld om heel erg inhoudelijk op de zaken in te gaan, maar het is met name bedoeld om te kijken van, nou, hè, dat zie je bij die drie vragen onderaan. Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? En waar loop je tegenaan? Dus heel erg clean om dat even met elkaar te bespreken. Het grote voordeel is dat iedereen weer even van elkaar weet waar je staat. En er staat 15 minuten bij, dat is een heilige tijd. Dus je gaat nooit over die 15 minuten heen. Je zorgt altijd dat je binnen die 15 minuten in ieder geval deze stand-up met elkaar doet. Nou, kan natuurlijk zijn dat er zaken bij zijn die absoluut besproken moeten worden en aandacht behoeven. Dus dan handig om dan met elkaar af te spreken van oké, we gaan dat op een ander moment doen, maar niet in deze meeting. Zo'n dagelijkse Scrum meeting of zo'n stand-up wordt meestal in de ochtend gedaan. En het hangt er een beetje vanaf hoe vaak je met elkaar in de week met de sprint bezig bent. Even kijken, dan dit interessante, hè, de sprint review. Dus je hebt de sprint heb je gedaan, dus de 4 weken in het voorbeeld zijn voorbij. En dan heb je de review. En de review, dat is eigenlijk een soort van presentatie van wat je hebt gedaan met elkaar. Je nodigt daarvoor de product owner uit, hè, oftewel de opdrachtgever voor het project. De belangrijke stakeholders die iets te zeggen hebben en iets ervan vinden en feedback kunnen geven. En natuurlijk is het team erbij en ook de Scrum Master is hierbij. Dus eigenlijk wat je hier doet is van, hey, dit hebben we de afgelopen tijd gedaan. Zo ziet het eruit en we willen graag je feedback. En eventuele vragen worden ook beantwoord. Het leuke daarvan is dat die feedback weer gebruikt wordt en weer vertaald wordt naar de product backlog. Dus je hebt altijd een soort van aanvoer van nieuwe ideeën of nieuwe richtingen. Nou, de product owner gaat er dan mee aan de slag en die gaat kijken wat is de belangrijkheid hiervan en moeten we daar snel mee aan de slag of niet. En op die manier ontstaat hier een loop. Peter, als ik heel even mag onderbreken, yes. Komt de vraag binnen of de Scrum manager degene is die dan de belemmeringen wegneemt. Ja, goede vraag. Dat klopt inderdaad, dus Leonie. De Scrum Master is inderdaad degene die, als er belemmeringen zijn in die stand-up, dat die ervoor zorgt dat die weggenomen worden. Met als groot voordeel dat het team gewoon door kan werken. En die Scrum Master ervoor zorgt dat die dingen worden opgelost. Het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf waar het over gaat. Hè? Dus als het gaat over toegang tot systemen of noem maar op, dan is het handig dat die dat gewoon doen. Want dat zorgt ook voor dat je gewoon met je werk verder kan gaan. Voldoende beantwoord, Leonie? Ja, je mag ook gewoon zo. Voor mij is het heel goed, dankjewel. Dus dat is dus de review. En het grote voordeel ten opzichte van wat net werd genoemd traditionele manieren, is dat je veel sneller en vaker feedback krijgt. En veel makkelijker kunt checken of iets wel of niet op orde is. Nou, dan de laatste, en die staat rechtsonder, maar is eigenlijk ontzettend belangrijk, omdat Scrum gaat over het werken in een vast team, waarbij je steeds beter wil worden. En dat, de retrospective is daarvoor bedoeld. En dat gaat met name over, hey, hoe gaat de samenwerking? Hoe tevreden zijn we erover? Je kijkt naar het proces, maar je kijkt ook over hoe je onderling beter of slimmer kunt samenwerken. Nou, dus dit gaat over samenwerking. Er wordt, als je gaat kijken naar voorgeschreven tijd, wordt er best wel wat tijd aan toegeschreven. Zo ergens 2 tot 3 uur, afhankelijk van hoe groot je project is. Wat je ook doet, is dat je een belangrijk verbeterpunt ook meeneemt in je sprintplanning. Dus dat dwingt je ook om het ook echt te gaan toepassen. Dus teamwerk, samenwerking is enorm belangrijk in deze opzet. Alright. Nou, dus hier even het overzicht. Dus ik ben nu even van links naar rechts, hebben even gekeken naar de 3 rollen. Dus product owner, het team en de Scrum Master. En we hebben ook nog even wat ceremonies erbij besproken. En ik had eigenlijk een hele korte case gebruikt, die hopelijk nog iets meer handen en voeten geeft bij van hoe het werkt. Nou, het is misschien niet het meest handige voorbeeld in deze tijd, omdat heel veel niet mag. Maar goed, het gaat om het voorbeeld en niet om de actualiteit misschien. Dus het gaat over het organiseren van een bedrijfsfeest. Stel IPV bestaat na 10 jaar of misschien al langer. En er moet een bedrijfsfeest komen. 34. Oh, meer dan 30. Kijk, nou, dan wordt het helemaal tijd om een keer een feest te vieren. Dus we gaan eens aan de slag om te kijken van hoe werkt dat nou? Nou, natuurlijk moet eerst die product owner aan de slag met stakeholders. En dat is in dit geval is dat de interne directie.
En misschien wat klanten, nou ja, misschien de medewerkers. En wat hij doet is dat hij zijn product backlog gaat vullen. Nou, ik heb hier een voorbeeldje gemaakt en ik zal hem even wat vergroten, omdat dat niet altijd even goed zichtbaar is. Nou, wat je hier bijvoorbeeld ziet onderaan is dat je eerst eens gaat nadenken over welke wensen en ambities hebben we eigenlijk. Nou, daar zijn hier wat dingen van genoemd. Het is een willekeurig voorbeeld. Maar elkaar beter leren kennen voor relaties, geen standaardfeestje. Hè? Dus er zijn wat wensen en ambities kenbaar gemaakt. En die worden dan vertaald naar, zoals dat heet, user stories. En dat zijn dan brokken werk die moeten gebeuren in dit project. Hè? Dus nou, je ziet bijvoorbeeld dat er sprintbare onderdelen bij zitten. Oftewel, hier kunnen we alvast mee aan de slag. En die roze gaat over nog niet sprintbaar. Hè? Oftewel, die zijn nog wat te vaag en die verdienen of die hebben nog wat meer uitwerking en nog wat meer verdieping nodig. Nou, daar begint het mee. Dit gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dus dit is een werk van nou, misschien een paar dagen, misschien een paar weken. Maar stel dat je een product backlog hebt en dat je gaat zeggen, nou, wat kun je hiermee aan de slag? Dan is de volgende stap dat je een team gaat samenstellen. En aan dat team ga je vragen, nou, ga er eens mee aan de slag. Je moet natuurlijk van tevoren met elkaar afspreken wat, hoe lang je per sprint gaat besteden. Nou, laten we even voor het gemak 2 weken nemen. Dan vraag je aan het team, dat zie je ook in het paar staan, bepalen aan hoeveel mensen zich committeert per sprint. Nou, daar zijn allerlei methoden voor. Planningspoker is er bijvoorbeeld eentje. En daarbij komt bijvoorbeeld uit dat deze 3 sprintbare onderdelen worden opgepakt. Dus er wordt iets met een datum gedaan, er worden concepten bedacht voor het feest en er wordt een feestlocatie gezocht. Wat je in het team gaat doen, is dat je met de product owner gaat verfijnen van, nou, wat bedoelen we daar precies mee? Nou, bijvoorbeeld voor de datum. Nou, hier staat bijvoorbeeld hè, dat er een datum is geprikt met bepaalde voorwaarden. Dat er een save to date is gestuurd. En dat er rekening is gehouden met part-time dagen. Nou ja, je kent dat verhaal wel. Voor concepten zou je kunnen zeggen, nou, we hebben de 3 in PowerPoint uitgewerkt met een foto, met een omschrijving en met een voorstel voor een naam. Hè, dus dat gaat over concepten. En de locatie, nou, we zoeken een lijst met maximaal 5 locaties. Met nou ja, deze voorwaarden hè, voor 500 gasten. Dus dat wordt een behoorlijk groot feest. Bereikbaarheid met OV en auto ten opzichte van Utrecht. En ook mogelijkheden voor actieve en sportieve zaken. En misschien dat er ook bij moet coronaproof. Hè, als we het in deze periode zouden moeten organiseren. Hè, dus dit is de verfijning die we maken. Nou, en dan wordt het tijd om te gaan sprinten om ermee aan de slag te gaan. En dan zie je hier bijvoorbeeld dat scrumboard waar ik het net over had. Waarbij hier alle zaken staan die we net bedacht hadden. En wat ze hier ook hebben gedaan is dat ze per activiteit een naam hebben toegevoegd. Dat zie je niet altijd, omdat je ook vaak in groepjes werkt. Maar ja, dit project vraagt daarom. En je gaat aan de slag. Hè? Dus in principe is het zo dat je in één ruimte zit met elkaar. En dat je hier mee aan de slag gaat. Nou, er staan dingen op bijvoorbeeld van nou, longlist van locaties maken. Nou, dan ga je eens een keer op Google kijken. Je gaat eens wat mensen bellen. Dus als je zo'n activiteit oppakt, dan pak je die briefje op en die hang je dan bij Busy, zodat iedereen weet, oké, daar wordt aan gewerkt. Zeker. Yes. Vraagje, ook vanuit de chat uiteraard. Mm-hmm. Hoe belangrijk is de volgorde die je hierin hanteert? Er staat in de chat, in de backlog staat onder niet sprintbaar bijvoorbeeld draaiboek. Maar dat lijkt mij een van de eerste zaken die je zou moeten oppakken. Hoe belangrijk is die volgorde van al deze activiteiten? Ja, precies. Nou, dat is een hele goede vraag. Dit is natuurlijk een willekeurig voorbeeld. Maar in deze heeft de product owner bedacht dat dat niet het meest belangrijke of nog niet sprintbaar was. Omdat hij waarschijnlijk heeft gedacht van ja, locatie is belangrijk. En op basis daarvan maken we bijvoorbeeld een draaiboek. Dus ik kan me deze vraag heel goed voorstellen. En hoe het ook werkt, is dat je dat die product owner dat heeft te bedenken, hè? Dus de opdrachtgever. Maar dat doet hij niet alleen, hè? Dus dat doet hij ook in overleg met het team. Hè? Dus als je al, hè, dus degene die vraag stelt en die zit in het team, die zou tegen de product owner kunnen zeggen van, nou, ik vind het belangrijk dat we eerst een draaiboek maken. Nou, dan is dat waar je het over hebt met elkaar. Hè? Dus deze discussies hè, zorgen voor transparantie en zorgen ook voor goede volgorde daarvan. Hè? Dus ik vind het een goede vraag. En ik hoop dat die bij deze ook zo beantwoord is. Dus dit is slechts een voorbeeld. Het is helder, zegt hij. Ah, fijn.
Nou, we zijn nu aan het, of tenminste het team is aan het sprinten natuurlijk. Ik ga er ook vanuit dat er telkens een stand-up is geweest, een dagelijkse scrum meeting, waarin gezegd is van, nou, hey, hoe gaat het? Hè? Lukt het om locaties te bellen en ga ze maar door? En als daar zaken in zijn die niet lekker lopen, dan is natuurlijk de scrum master degene die problemen wegneemt. Nou, stel dat de sprint voorbij is. Ik ga een beetje snel. Ja, stel de sprint voorbij is, dan ga je natuurlijk je bevindingen delen met de opdrachtgever en met de product owner en met stakeholders. En dit was natuurlijk hetgeen waar aan gewerkt is. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we hebben een save to date, we hebben een datum. Hè, daar kun je wat over vertellen, hè, volgens die criteria die je hebt. Je hebt bijvoorbeeld een aantal locaties uitgewerkt. Hè, dat ziet er allemaal prachtig uit. En je hebt voor 5 locaties geprikt waar mogelijk de reiswet zal plaatsvinden. En op basis hiervan krijg je natuurlijk feedback. Hè. Bijvoorbeeld de datum vinden we fantastisch. Locaties zien er ook goed uit. Ga maar eens prijzen opvragen, ik noem maar wat. En qua locatie zou je ook nog wat feedback kunnen krijgen. Hè. Dus als het rond Utrecht moet, dan zie je dat er al een paar afvallen. He, dus op die manier werkt dat. He. Dus hier krijg je feedback. Die ga je weer terugvoeren op je product backlog. En die ga je weer vertalen naar, hey, waar moeten we als eerste mee aan de slag? He, dus dat is aan het einde, dat is de review. He. Dat is dit stuk. En als laatste ga je natuurlijk ook met je team aan de slag. En ja, ik heb hier een voorbeeld genomen. Wat blijkt is dat je best wel hebt te variëren met de manier waarop je die retrospective of die evaluatie met elkaar doet. Dit is bijvoorbeeld een methode waarin je iedereen vraagt van oké, schrijf eens op waar we meer van hebben te doen, waar we minder van hebben te doen, wat moeten gaan doen, waar we mee moeten starten, wat moeten stoppen met elkaar en wat we vooral vast moeten houden. Dus dit is een manier om bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te komen en daarover nieuwe afspraken te maken. Dit is ook een voorbeeld, hè, want die staat bijvoorbeeld al op een projectmeeting van 3 uur. Dat komt in Scrum niet voor, want je bent gewoon aan het werk. Hè. Je voorkomt juist dat je dat soort overleg met elkaar hebt. Goed, ik hoop dat je een beetje inzicht hebt gekregen in hoe Scrum zou kunnen werken of hoe het werkt. En wat je ook hopelijk merkt is, we hebben nu 1 sprint gedaan, is dat je de mogelijkheid hebt door alle feedback die je krijgt om bij te sturen, om terecht te komen waar je uiteindelijk terecht wil komen. Dus dat is een beetje de bedoeling van deze methode. Nou. Ik heb hier een vraagje voor de chat. Er waren al een paar terug binnengekomen. De vraag is, gewoon even heel open. Voor welk project zou je Scrum kunnen gebruiken binnen je eigen organisatie? Zou je eens wat over willen noemen daarin? Want zie je het al zitten? Heb je al zoiets van, nou, op basis van deze korte introductie, zou ik het hiervoor kunnen gebruiken? Allemaal even denken, precies. Nou, anders laat dat even binnenkomen. Dan ga ik maar even naar deze, want dit is ook wel waar. Scrum lijkt bedriegelijk eenvoudig, maar achter die simpele rollen, ceremonies en lijsten schuilt een wezenlijk andere manier van werken. En dat is wat we vaak ook horen binnen organisaties. Dat is misschien jullie ook niet vreemd. We hebben Scrum geprobeerd, we gaan maar weer gewoon doen. Is een van de veel geworden. Dat geeft ook aan dat het best wel complex is om dit te gaan doen. Omdat je ook binnen je organisatie met een wezenlijk andere manier van werken aan de slag gaat. En de rol van projectleider, hè, waar we hier een aantal van hebben, eigenlijk niet meer bestaat. Hè, die is uit elkaar getrokken. Voor mij zijn er wat vragen. Ja, dat klopt, Marcel, of wat mogelijkheden? Ja, eentje kom je volgens mij zo meteen nog op terug over het digitaal werken van Scrum. Klopt. Dus die parkeren we even. Toe te passen volgens Gert-Jan herziening van het management systeem. In verband met de vele stakeholders. Ja. Ja. Precies. Zijn meer opmerkingen dan vragen natuurlijk. Hè? Ja, nee, dit ging ook over toepassing. Hè? Dus, ja, precies. Ja. Benaderen van potentiële klanten op andere markten. Kijk, nou. Ja. Ja, trainingsdagen. Ja, oké. Nou goed, het gaat erom. Ja, precies. Dat je gaat kijken van hoe zou je dit kunnen toepassen, inderdaad.
ik stel voor om de vragen die ik ook zie, dat we die zo nog even doorlopen. En misschien dat die ook wel opgehelderd worden. Ja, we kunnen altijd ook nog even op het einde van het webinar zorgen dat... jullie krijgen allemaal het webinar, of althans de opname, de link daarvan krijgen jullie toegestuurd. En als er nog vragen open zijn, kunnen we dat in die mail ook nog even toelichten. Dan krijg je die informatie nog toegestuurd. Heel goed, heel goed. Dus pak het allemaal op. Heel goed. Nou, dit is, wanneer werkt het? Nou goed, we hebben het al gehad over die mindset natuurlijk. Hè? Dus als je hier wat mee wil, ja, dan moet je er enthousiast van worden. En je erin geloven. En ook toestaan dat het mag gebeuren. Ja, je staat ook afstappen van functies, maar denken in rollen. Dat is toch wel iets anders. Dat energieke team. Hè? Dus het is niet alleen dat je zelf heel erg enthousiast ervan bent, maar dat je ook met mensen werkt die dat ook zien zitten. Want die energie heb je wel nodig om die verandering te bewerkstelligen. En er komen natuurlijk al een die de vragensteller ook heeft ingebracht. Hè. Afstammen van elektronisch contact, alleen directe fysieke contacten. Kijk, het mooiste is natuurlijk als je dat gewoon in één ruimte met elkaar kunt doen. Alleen we leven natuurlijk nu in een coronatijdperk waarbij we geacht worden zoveel mogelijk thuis te werken. Dus het kan ook elektronisch. En er zijn ook wat tools voor. Ik heb hier twee voorbeelden genomen. Waarbij je bijvoorbeeld die lijsten ook met elkaar kunt delen. Dus je ziet die bijvoorbeeld Trello, hè, die heeft ook heel duidelijk die indeling van to do, doing en done. Hè, waarbij je ook met elkaar heel inzichtelijk kunt maken van hoe dat scrumboard eruit ziet. Nou, Jira is er ook eentje van en er zijn er nog heel veel andere. Jij zei ook, Marcel, Microsoft heeft ook dit soort toepassingen. In Teams inderdaad. En Teams heeft ook nog als voordeel bijvoorbeeld dat je ook daar gelijk elkaar kunt zien. Hè. Dus het meest ideaal is dat je bij elkaar zit en dat is eenvoudig of dat is te ondervangen door een videoverbinding te leggen en dit soort tools te gebruiken. Misschien nog even inbreken, Peter? Ja. Dan krijg je meerdere vragen over budget in de chat binnen. Ja. Het ene moment inderdaad, wanneer een item doorschuift in het product backlog, hoe het dan zit met het budget. En ook hoe het in zijn geheel zit met budgettering. Ja, dat is nog wel een uitgebreide vraag en we hebben nog een paar minuten. Dus even heel kort wil ik erover zeggen. Kijk, zaken die staan op de product backlog. De product owner bepaalt welke daarvan bovenaan staan, welke prioriteit hebben. En je kunt als team een beperkt aantal items behappen. Daar zijn puntenmethoden voor. Dat gaat iets te ver. En daarin heb je natuurlijk ook te kijken van wat betekent dit. Hè? Dus... ik stel voor om dat budget, de tijd is even te kort om daar heel diep op in te gaan. Ja. Kunnen we daar op papier op terugkomen? Daar kunnen we op papier wel eens over terugkomen. Hartstikke goed, gaan we dat doen. Hey, dan hoe kun je nou verder verdiepen na deze korte introductie? Er zijn een aantal fantastische boeken over geschreven. Nou, hier heb ik er een paar van genomen in allerlei toepassingsgebieden. Wat je het gratis kunt downloaden, dit is de Scrum Guide. En we zullen ook even in de terugkoppeling ook even de link daarnaar opnemen. Die is ook in het Nederlands te verkrijgen en er staat alle rollen, ceremonies en lijsten die staan daarin. Dus die kun je daarin terugvinden. Voor de rest, ik geloof al in dit adagium, hè, wat van Nike is, hè, just do it. Maar niet zomaar natuurlijk. Dus wel goed nadenken, maar goed, het gaan doen op een gegeven moment is een hele goeie. En als dit smaakt naar meer of als je er meer verdiepingen wil, dan hebben we daarvoor een workshop bij IPV. En 13 november is een mogelijkheid, dus als je daar tijd en zin in hebt, dan zou je daarop in kunnen schrijven. Wat vragen, Marcel, in de laatste 2 minuten. Mm-hmm. Pik jij er eens even eentje uit. Budget gaan we... Budget slaan we even over. Ja. Kan Scrum ook gebruikt worden voor een overzicht voor kleinere klussen, zodat het team inzicht heeft waar iedereen mee bezig is? Jazeker. Kijk, in eerste essentie is Scrum bedoeld voor wat meer complexe, grotere projecten. Maar het grappige is ook dat dit op vele fronten wordt toegepast. In bijvoorbeeld scholen, maar ook thuis. Hè. Dus er zijn mensen die hun huis op die manier inzichtelijk maken. Dus ja, het hangt een beetje wel af hoe de vraag precies bedoeld is. Maar, doe je dan bijvoorbeeld een sprintje per dag of zo? Of hoe dat kan. Dat kan. Als je snel wil leren of als die cyclus zo kort kan, dan zou je dat zeker kunnen doen. Ja. Je kunt de essentie van dit kun je bijna toepassen. Yes. Ja. Nou, als er nog vragen zijn, zet ze alsjeblieft nog even in de... In de chat. In de chat. Want het is kwart voor en daarmee moeten we de webinar
stoppen. Bedankt voor jullie aandacht. Ik dacht van tevoren, nou, ik heb tijd genoeg over, maar je merkt altijd toch dat het sneller gaat dan je van tevoren bedacht. Nou, als er vragen over zijn, ga in contact met IPV. Je krijgt nog de link en nog wat informatie van ons. En nou, we hopen dat in ieder geval dat we een klein beetje hebben kunnen helpen in het meer begrijpen van wat Scrum is. Ja, als reactie op de chat, jullie ook allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid en het bedanken voor het bedanken. En ik wens jullie allemaal een heel fijn en goed weekend. Oké.